Goedendag, kijk naar de Weersfactor van Weerplaza.nl. Het is wisselend bewolkt boven Nederland en er vallen enkele buien. Vanochtend is dat vooral in het noorden en oosten en later vandaag breiden de buien zich verder over het land uit. Het waait ook nog stevig, aan zeewindkracht 6 tot 7 en daar zijn nog in de ochtenduren forse windstoten mogelijk. Vanmiddag neemt de wind iets af, de buigheid houdt gewoon aan, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd. En dan is het 8 graden in het noorden en rond de 10 graden in het midden en zuiden van het land. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, dan gaat het overal regenen... en ook komende nacht is het een natte boel. Morgenochtend trekt die regen snel weg, daarna hebben we opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Er kunnen een paar buien vallen, maar de wind is het meest opvallend. Langs de noordkust wordt er een noordwester storm verwacht, windkracht 9... en in het hele land zijn de zware windstoten mogelijk. Temperaturen morgen een graadje hoger dan vandaag. Vanaf woensdag gaat het kwik naar beneden, dan kunnen de buien samen gaan met onweer, hagel... En op woensdag en donderdag misschien ook met natte sneeuw. In de zon 8 graden, tijdens buien slechts een graad of 4. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.